Bij een schietpartij in een woning in Zwijndrecht zijn drie mensen om het leven gekomen. Een vierde persoon, een man, raakte gewond. De drie doden werden vanmorgen aangetroffen in de woning aan de Langeraarstraat. Ja, ik kwam fietsend van school en ik mocht nergens langs. Toen hoorde ik had maar gevraagd wat er aan de hand was. Toen hoorde ik dat er twee mensen waren neergeschoten. De arrestatieteam is nu naar binnen gegaan. En daarom staan andere mensen voor het flat. Politieagenten. Voor de rest moet ik nou maar afwachten of ze naar buiten komen. Voor omwonenden en toeschouwers was het lange tijd onduidelijk wat er zich in de woning afspeelde. Pas om 1 uur kwam de politie met een verklaring. We troffen in eerste instantie één gewonde man aan. Die hebben we naar het ziekenhuis gebracht. En er was sprake van een schietincident en mogelijk nog een schutter in een pand aanwezig aan de Langeraarstraat. Nou, daar neem je geen risico. We zijn er met een arrestatieteam naartoe gegaan om te kijken of er zich nog iemand in die woning bevond. We hebben geen schutter aangetroffen, we hebben wel drie doden aangetroffen. En we hebben dus nu te maken met een incident, drie doden en een gewonde man. En een groot rechercheonderzoek. De vier slachtoffers zouden volgens buurtbewoners behoren tot een gezin uit Azerbeidzjan. Maar of er sprake is van een familiedrama, kon de politie op dat moment nog niet zeggen. Nee, dat is nog niet duidelijk. Wij weten nog niet wat de relatie is tussen de drie slachtoffers en de gewonde man. Dat gaan we natuurlijk nu wel snel uitzoeken. Het begint allemaal bij het vaststellen van de identiteit van de slachtoffers. Ook daar zijn we nu druk mee bezig. We hebben heel veel vragen die u ook hebt en we hopen die zo snel mogelijk beantwoord te krijgen. Ja, dat was vanmiddag om 3 uur. Verslaggever Jan-Roelof Visser staat nu bij het politiebureau in Dordrecht. En Jan-Roelof, is er al laatste nieuws? Aan het eind van de middag is de politie nog steeds bezig met het forensisch onderzoek. Er staat nog steeds een hek rondom de plek waar de man op straat lag. Er lopen nog steeds mannen in witte pakken van de politie. Dat onderzoek kan nog wel even duren. De politie zegt ja, het is een schietpartij waar drie slachtoffers bij zijn. En dan moet er echt heel erg goed naar bewijs gezocht worden. De hele plek moet centimeter voor centimeter uitgekamd worden. Naast me Gijs van Nimwegen van de politie. Er is dus eigenlijk nog weinig bekend op dit moment. Ja, er is inderdaad nog heel veel te vragen, ook voor ons. Wat we weten is dat er drie dodelijke slachtoffers en een gewonde man zijn te betreuren. De man is een 63-jarige hoofdbewoner van de woning waar het om gaat. En de drie dodelijke slachtoffers die zijn alle meerderjarig. Even terug naar de gewonde, die is in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel en wij hebben hem als politie 1 keer kunnen horen. En heeft hij kunnen vertellen wat er gebeurd is? Wat hij verteld heeft, laat ik even in het midden. We moeten natuurlijk zijn gezondheid in eerste instantie goed in de gaten houden. En wat hij ons weet te vertellen, dat betrekken we in het onderzoek. En daar kan ik nog even niks over zeggen. Wat kunt u zeggen over de identiteit van de dodelijke slachtoffers? Ja, ik kan er nog niks over zeggen. De vraag was, waren er kinderen bij betrokken? Vraag die ik meerdere malen te horen heb gekregen. Nee, de slachtoffers zijn alle meerderjarig. Dat is het enige wat ik over hen nu kan vertellen. En hopelijk volgt er later meer. Ook niet bekend of het familie van elkaar is en of het om dames gaat, want dat gerucht gaat in de buurt. Ja, ik ken de geruchten. We zijn nu midden in het proces van het identificeren van de slachtoffers. Ik begrijp dat er ook nog steeds getuigen nodig zijn. Ja, we zijn hard op zoek naar getuigen. Mensen die iets hebben gezien, iets hebben gehoord rond de klok van 10:30 vanochtend of daaraan voorafgaand. Maar ook mensen die andere informatie hebben waarvan ze denken, god, dan zou de politie wat aan kunnen hebben in het onderzoek. Bel ons, dat kan eventueel ook anoniem, want we kunnen iedere informatie hard gebruiken. Waar kunnen ze heen bellen? Ze kunnen bellen naar 0900 8844 en vragen naar de politie in Zwijndrecht. Als men liever dat niet wil, maar anoniem, kan je ook gratis bellen naar 0800 7000. Kun je je melding anoniem kwijt. De Rotterdamse wethouder Schreier van Sociale Zaken moet weg. De 7 overige wethouders in het college van BMW hebben vanochtend het vertrouwen in hem opgezegd. En ook zijn eigen PvdA-fractie deed dat later vandaag. Schreiers positie is daarmee onhoudbaar geworden. De wethouder wilde niet meer dan een bedrag van 100 miljoen over dit en volgend jaar bezuinigen. En de andere wethouders vonden dat niet ver genoeg gaan. Vandaag en morgen zou erover gepraat worden, maar voor het zover was, barstte vanochtend de bom. 2 dagen zou het college in alle rust gaan vergaderen in dit hotel in Dordrecht. Maar gisteravond had de top van de Rotterdamse PvdA al bijeengezeten, inclusief de wethouders Schreier, Kriens en Karakous. En daar was al gebleken dat er een enorme kloof zat tussen wat Schreier maximaal wilde snijden in de sociale zekerheid en wat Kriens en Karakous van hem eisten. Vanochtend ging achter deze gesloten gordijnen het gesprek verder, met de overige wethouders erbij. Toen aan tafel duidelijk werd dat Schreier voor het begin van de vergadering een interview had gegeven aan Radio Rijnmond, viel bij de andere wethouders het laatste restje vertrouwen weg. Vanmorgen ging het eigenlijk om, heeft het college vertrouwen in Dominique Schreier
dat hij dus een dusdanig pakket zou aanleveren, waardoor de SOZW uit de problemen zal geraken. Inhoudelijk zijn we daar niet op toegekomen, want er ligt nog geen concreet voorstel. Daar zouden we over praten. Maar het college heeft wel een standpunt ingenomen dat Dominique Schreyer niet de wethouder is die in staat is om een degelijk pakket aan te leveren. En waardoor de SOZW, de sociale zaken, uit de problemen zal raken. Dus wat dat betreft heeft het college vertrouwen in Dominique Schreyer opgezegd. Schreyer vond dat hij niet meer kon bezuinigen dan 100 miljoen euro in de komende 2 jaar. Meer zou niet alleen slecht zijn voor de armen in de stad, maar ook voor de PvdA. PvdA-wethouders gisteren hebben aangegeven dat mijn voorstel niet ver genoeg gaat. En dat ze ook het onvoldoende vinden. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Dat als je met een pakket van maatregelen komt om 100 miljoen te bezuinigen, solide en sociaal, maar wel mensen die echt kwetsbaar zijn, goed beschermen. We hebben met elkaar afgesproken in de PvdA-fractie dat rond werk en inkomen en zorg de bodem echt bereikt is. Ja, en als het niet gesteund wordt door de partijtop daarin, en dat is gisteravond heel duidelijk geworden, dan vind ik echt dat de leden daar opnieuw een uitspraak over moeten doen. Schreyer had vanochtend dus zijn hoop nog gevestigd op steun van de PvdA-leden die volgende week vergaderen. Maar die vergadering komt voor hem hoogstwaarschijnlijk te laat. En bij het stadhuis in Rotterdam staat verslaggever Justus Kooijman. Justus, dat was allemaal vanmorgen in Dordrecht. Inmiddels heeft het college zich weer verplaatst naar Rotterdam. Heb je Dominique Schreyer nog gesproken? Hij is hier niet aanwezig op het stadhuis, maar ik heb hem net telefonisch gesproken. Hij zal vandaag niet besluiten om op te stappen. Hij wil vanavond eerst overleggen met meerdere fracties, ook in de raad en ook met partijgenoten. Daarnaast ook wil hij overleggen op het thuisfront hoe dat verder moet. En hij zal pas morgenochtend besluiten of hij aanblijft of niet. Nou, de kans dat hij aanblijft, dat lijkt me minimaal. Want als zowel collega wethouders als ook de eigen partij het vertrouwen opzeggen, ja, dan is er geen toekomst voor je hier in het stadhuis. Luister wat Richard Moti van de Partij van de Arbeid en zijn eigen partij erover zei. We hebben helaas vanochtend moeten constateren dat richting de Partij van de Arbeid bepaalde verwijten zijn gemaakt door onze eigen wethouder. Een verwijt die in onze ogen heel onterecht zijn en ook onjuist zijn. Dat de sociale agenda niet in ons goede handen zou zijn bij ons. En het tegendeel is juist waar. Juist ons handelen de afgelopen weken en maanden is alles erop gericht om juist voor te zorgen dat de sociaal zwakkeren in Rotterdam, de mensen die steuntje in de rug nodig hebben van de overheid, dat die ook krijgen en ook blijven houden, ook in tijden van bezuinigingen. Wethouder Schreyer zegt, ik had een voorstel van 100 miljoen. En hij zei gisteravond, heb ik daar overleg met mijn eigen fractie. En die vinden dat niet voldoende. Klopt die informatie? Nou, daar waren we juist dus zo verrast over en ook verbolgen over dat hij dat meldt. Want gisteravond hebben we juist een akkoord gegeven op het pakket wat hij heeft voorgesteld van opgeteld bij elkaar 100 miljoen. En de maatregelen die konden wij als politiek steunen. En dat is gisteren ook uitgesproken door mij in persoon. En wat dat betreft was ik dus extra verrast dat ik vanochtend hoorde dat hij blijkbaar meent dat hij de verzoek heeft gekregen om verder gaan te bezuinigen. En het tegendeel is waar. Dus PvdA-fractievoorzitter Richard Moti in de Rotterdamse gemeenteraad. Justus, de fracties van de partijen die in het college zitten overleggen op dit moment met elkaar. We hebben de Partij van de Arbeid dus al gehoord. Die andere partijen, willen die nog wel verder met de Partij van de Arbeid? Ja, als dan de Partij van de Arbeid ligt inderdaad, dan blijven zij in het college en stappen ze zeker niet uit, uit dit stadsbestuur. De andere partijen lijken er eigenlijk wel in mee te gaan. Maarten van der Donk van de VVD zegt er het volgende over. Nou, als ik nu de situatie zie, de collega's hebben vertrouwen opgezegd in wethouder Schreyer. De Partij van de Arbeid heeft dat gedaan, dus een eigen wethouder. Natuurlijk heb je formeel het verhaal dat een wethouder door de raad wordt aangenomen en daar een meerderheid moet hebben, maar dit is natuurlijk een basis waarop je eigenlijk zegt, kan niet verder gaan. Ik hoop eerlijk gezegd dat Schreyer de eer aan zichzelf zou houden. Anders dan moeten we donderdag een heel gênante vertoning met z'n allen afwerken. En verder is er nu gewoon, wat de VVD betreft, wij hebben getekend voor coalitiepartners, voor een coalitieakkoord. Daar staan we nog steeds achter. Wij willen werken aan die stad en niet met interne dingetjes op de Coolsingel bezig zijn. Maar heeft u nog vertrouwen in de Partij van de Arbeid? De Partij van de Arbeid heeft er blijk van gegeven dat zij verder met ons willen. En dat is natuurlijk ook de reden geweest waarom zij nu deze hele pijnlijke beslissing hebben genomen. Want laten we eerlijk zijn, je als fractie tegen je eigen wethouder keren is echt het allerergste wat je moet doen in de politiek. En tot zover voor dit moment onze berichtgeving over de bestuurscrisis in Rotterdam. Zo. Horen jullie wat? De Maastunnel is vanaf vandaag 3 maanden dicht voor al het verkeer dat vanuit het centrum naar Zuid moet.
De 70 jaar oude tunnel heeft opnieuw een grote onderhoudsbeurt nodig. De Maastunnel was de afgelopen jaren al regelmatig dicht voor werkzaamheden. Automobilisten die de tunnel gebruiken zijn dit bord vaker tegengekomen. De Maastunnel moet geregeld dicht voor onderhoud. En dat leidt tijdens de spits tot grote opstoppingen op de Westzeedijk. Want bijna al het verkeer dat naar Zuid wil, gaat nu via de Erasmusbrug of de Willemsbrug. 3 maanden, zo lang. Niet leuk, hè? Nee. Zo irritant, ik kom hier niet vandaan, maar ik zou hier ook nooit willen wonen als ik elke dag zo moet rijden. Hij is weer afgesloten, hè, de tunnel. Het is maar voor 3 maanden. Echt waar? Ik dacht, er is wat gebeurd. Werkzaamheden. Oh, fijn. Nou, dan weet ik niet of ik de volgende 3 maanden niet hier hoef te komen. Helaas, het kan niet anders. Gemeentewerken wil de Maastunnel flink aanpakken. Eerst deze buis en over 6 weken is de andere aan de beurt. De tunnel krijgt een schoonmaakbeurt. De ventilatiekanalen worden gereinigd en er wordt asbest verwijderd. Die asbest is erin terechtgekomen. Deels door asbestdeeltjes die door oude remvoeringen van auto's erin zijn terechtgekomen de afgelopen jaren. Want tegenwoordig komen het niet meer voor natuurlijk, maar zat het toen in remvoeringen van auto's. En ook gedeeltelijk door de etenietbuizen die in de tunnel zijn toegepast. Daar begint ook asbestdeeltjes van vrij te komen. De tunnel kan alleen gebruikt worden door verkeer dat van Zuid naar het centrum wil. Dat is omdat het ambulanceverkeer het Erasmus MC moet kunnen bereiken. In het verleden kon het verkeer nog in beide richtingen door 1 buis. Maar tegenwoordig mag dat niet meer. Daar zijn we een jaar geleden mee gestopt in Rotterdam, omdat een aantal dodelijke ongevallen zich hebben voorgedaan toen. Die tijd werd ook bijvoorbeeld 's nachts, wanneer de tunnel werd schoongemaakt, werd alles door 1 buis gevoerd. Maar mensen reden dan zo hard en zo onverantwoord dat er gewoon dodelijke ongelukken gebeurden. Dus inhalen in de tunnel. En daarom zijn we er echt definitief mee gestopt. Dus zit er niets anders op dan omrijden en geduld hebben. De werkzaamheden duren nog tot en met 7 augustus. De verhuizing van het Maastadziekenhuis is bijna afgerond. Vandaag geen goederen in de laadbak, maar patiënten. Met speciaal vervoer in vrachtwagen zijn vandaag alle 151 patiënten van de 2 oude locaties Clara en Zuider overgebracht naar het nieuwe Maastadziekenhuis in Rotterdam-Zuid. Een minutieuze operatie met veel mensen in touw. Met bed en al worden de patiënten in de vrachtwagens geladen. 151 stuks in totaal. Het is onvoorstelbaar. En het allemaal voor een paar personen. Een hele happening, zeker als de klep dicht gaat. In de vrachtwagens gaan dokter en verpleegkundige mee. De reis vindt plaats onder politiebegeleiding. En ook al is het maar een tripje van 1,5 kilometer, de patiënten kunnen hun eigen verhuizing live volgen. Kon je zelf helemaal de route volgen. Je zag de motoragenten die voorgingen, zag je rijden, je zag overal waar het verkeer geregeld moest worden, zag je ook agenten staan. Ja, wow, je ziet het allemaal wel, maar als je op het moment dat je gaat, is het toch wel wat spannend hoor. Want je wordt vastgezet en ja. Bij aankomst in het nieuwe Maastadziekenhuis is het uitladen geblazen en heet de piccolo's de patiënten welkom alsof het een hotel betreft. Welkom in het nieuwe Maastadziekenhuis. Unieke ervaring. Ja, heerlijk. Ja. Maar ik ben liever beter hoor. Marcel Remijn van Maastadziekenhuis heeft de leiding over de verhuizing. Het is geen dagelijkse bezigheid voor het ziekenhuis en ook niet voor mij. Maar het is wel een hele uitdaging en iedereen heeft het ook enorm naar zijn zin. Want het is zowel voor patiënten als personeel is het wel een hele leuke dag aan het worden. Het installeren in de nieuwe setting wekt verwondering vanwege de luxe. Ik wel. Je staat echt vol bewondering rond te kijken. Zo mooi als het eruit ziet. Een hotelkamer is nog niet eens luxe, dikwijls dan dit. Overal conclusie van de patiënt? Het ging heel goed. En ik kan alleen 1 ding zeggen, dat ik het eerder overgeorganiseerd vond als tegenovergestelde. Dus het kon alleen maar goed gaan. Dan rest er nog maar 1 devies. En nu snel beter worden in dit mooie ziekenhuis. Het sportnieuws dan, dat komt van Ardy den Hoed op de redactie. Ardy, na dit weekend weten we dat Excelsior de nacompetitie ingaat en dat voor Feyenoord het seizoen erop zit. Dat gold al een week voor Sparta, waar ze al druk bezig zijn met het volgende seizoen. Ja, dat moet ook wel, want de halve selectie moet worden gerenoveerd. Dus begint William Vloed eerder in zijn functie op het kasteel als algemeen en technisch directeur. Begonnen de week simpel en vroegen hem dus wanneer hij begint. In principe sluiten we vandaag het af en zal ik morgenavond er zijn om de bekerwedstrijd Jong Vitesse, Jong Feyenoord te zien. En dan begin ik vanaf dinsdag wat te werken op de achtergrond.
Ja, gaat u geen vakantie meer nemen? Nee, dat kan niet. Kijk, we moeten een nieuw elftal maken. En dat betekent dat je spelers moet halen. De organisatie moet klaar kan zijn. Nou, dat betekent dat we op allerlei gebieden, hè, in de hele club moet ik de mensen leren kennen. Omdat je niet alleen technisch doet, maar ook algemeen. Dus de cijfers en alles. Dan heb je tijd hard genoeg nodig. Het reguliere voetbalseizoen zit er dus op. Dat geldt ongeveer ook voor de hockeycompetities? Ja, ook daar zijn we bezig aan de laatste loodjes. De mannen, straks te zien in Sportclub Rijnmond, die strijden voor een plaats in de finale van de play-offs. De dames hebben andere problemen. Die moesten de laatste reguliere wedstrijd van de hoofdklasse winnen van SCHC om direct in die hoofdklasse te kunnen blijven. Maar het gaat niet goed met de dames van Rotterdam. In de rust staan ze al met 2-0 achter tegen Stichtse, dat ook wil winnen om met het thuisvoordeel de kampioensplay-offs in te gaan. Lastige tegenstander dus voor HCR, dat in de tweede helft wel veel beter speelt dan in de eerste. Hier de bal in de cirkel van SCHC en dan is het Mathilde Arnink die goed voor haar directe tegenstander komt en het is 1-2. Knap doelpunt van de jeugdspeelster die tijdens dit seizoen nog bij de selectie werd gehaald. En Rotterdam gaat verder. Hier, backhandschot wordt gekraakt. Maar die bal valt precies goed op de stick van Jawel. Alweer Mathilde Arnink. Knappe controle. En dan is de ploeg van interim trainer Robert Paul Aalrecht dicht bij lijfsbehoud. Maar vlak voor tijd gaat het toch mis. Kaya van Maasakker benut een strafcorner. Waardoor Rotterdam met 3-2 verliest en play-outs moet gaan spelen om in de hoofdklasse te blijven. Ja, en meer sportnieuws. Ardi memoreert het al even straks na het nieuws en het uitgebreide weerbericht in Sportclub Rijnmond. Zuid-Holland telt nog bijna 230 molens en is daarmee de molenprovincie van Nederland. Niet gek dus dat er dit weekend tijdens de Nationale Molendagen een hoop belangstelling was voor de molens. Verslaggever Chavelli Snijders bezocht twee bijzondere exemplaren. De Kameel, de molen hier in Schiedam, die is sinds een lange tijd weer heropend. En wij zouden niet Rijnmond zijn als wij niet als eerste mogen kijken. De Kameel is een reconstructie van een oude moutmolen uit 1750. Het was een van de grootste molens ter wereld. Zo'n 150 jaar was de molen volop in gebruik. Tot in 1865 een grote windvlaag de wieken en bovenas van deze molen eraf blies. 3 jaar later werd hij helemaal gesloopt. Maar nu staat de Kameel dus weer. Een iets kleinere versie weliswaar. Boven treffen wij Erik Batenburg aan, de trotse molenaar van de Kameel. Vandaag hebben we dan de opening gehad. Hij staat er sinds 2,5 jaar wordt deze molen gebouwd. Dat is nog niet helemaal af. En vanaf nu mag de molenaar, ik dus, met de molen draaien. En wat is de functie van de molen? Het is in principe een korenmolen, ook van origine. Maar met de wens om dus ook moderne middelen te gaan gebruiken om stroom op te wekken. Wat heeft u met molens? Wat heb ik voor molens? Ja, we komen uit Schiedam. En Schiedam staat bekend om de grootste molens volgens mij van de wereld. En zo'n nieuwe gebouwde molen, ja, die wil ik even zien natuurlijk. Ik vind het leukste dat ze, ja, als het wind waait, als het, ja, dan gaat het draaien, die wieken. Als je zo van beneden kijkt naar zo'n molen, ja, dan is het ook wel leuk natuurlijk. Maar als je er echt op staat en je ziet dat die wieken draaien, en, ja, dat vind ik heel indrukwekkend. Ja. Nu ben ik bij een molen in Overschie. Het heet De Speelman. En deze molen die is echt in gebruik nog steeds. En er wordt meel gemalen en het wordt zelfs nog verkocht aan mensen. Stenen gaan draaien. Dus de motor die draait het steen aan. En dan schuift dat graan iedere keer wat naar beneden, of naar de zijkant. En dan wordt het steeds fijner, omdat het steeds nauwer wordt. En in het laatste stukje, ongeveer 10 centimeter, dat staat heel dicht bij elkaar. En dan krijgen we de bloem, of het meel, het fijne meel wat we dan hebben. Waarvoor komt het meel vandaan? Boven in dat meel, onder die stenen vandaan. Dat valt door een gat door de vloer heen. En dat komt hier in de valpijp. En dan valt het zo bij ons in de zak. Nou, en dan gaan we trekken. Ja. En wat moet er nou gebeuren? Los!
loslaten. Hij draait weer. Nou draait hij weer, kijk maar. Dankjewel voor de goede hulp. Jullie weten precies straks hoe het moet. Naast dat ik het echt best eng vond zo hoog op de molen te staan, vond ik het ook heel erg interessant. En zeker deze laatste molen waar er ook echt meel wordt gemalen, dat je ook nog kunt kopen. En ja, een leuke dag, kortom. En nu pannenkoeken bakken, hè? En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Veel plezier zometeen bij Sportclub Rijnmond. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Wens u nog een heel prettige dag verder. Dag.